Zo. Oh, zitten we weer lekker. Hey, hey, wat een mooie tafel hebben jullie. Ja, dat mag ook wel weer. Ja, dat is echt top, hè. Lange tijd even een goed feestje, hè. Even een goed feestje, hè. Pizza. Lekker, man. Lekker, Batty Boy. Kom maar bij. Ja, ik heb wel zin om wat te drinken, hoor. Ja, we kunnen eigenlijk wat bestellen. Oké, nou, laten we even bestellen. Jongens, ik denk wel, omdat het donderdag is, vandaag ga ik wel even... Ja? Het is op mij. Komt goed. Maar bestel wat je wil. Op jou? Bestel wat je wil. Oké. Hey, hey! Over! Zo! Ah, we hebben heel wat te Goedemiddag, heren. Wat mag het zijn? Nou, kijk, deze gaat het wel, ja. Kijk, hoor, de kaart. Doe je niet, weet je zeker? Het is donderdag, Joel. Je mag het zeggen. Ja, weet je zeker? Doe we deze of niet? Hè, doe we deze? Die andere erbij nog. Serieus? Hebben we een Batty Boy pakket hier? Ja, deze pakket. Heb je zeker? Het hele pakket. Batty Boy pakket? Oké, we nemen het hele pakket. Het hele pakket graag. Ja, uitstekende keus. Oh jongens, vanavond gaan we even los hoor. Nee. Oh. We zijn helemaal klaar mee gaan. Chest op de pot. Ik ben donderdag. Joel Beukers hier, even weer een serieuze video, een beetje ook als antwoord op de video van maandag over, wat was het ook weer, 10 kilo afvallen. 10 kilo afvallen in 6 weken. Nou, dan moet ik er ook bij zeggen, 10 kilo afvallen in 6 weken, had ik ook onder de video gereageerd. Als je een calorietekort hanteert en je gaat in één keer van een hele zieke bulkfase, ga je afvallen, dan verlies je altijd, in de eerste 2 weken verlies je gewoon kilo's vocht. Dat komt omdat je glycogeenvoorraad ga je opmaken, zeg maar, in je lichaam, glycogeen en koolhydraten, dat houdt gewoon vocht vast. 3-4 keer het eigen lichaamsgewicht, of van glycogeen dus. En ja, dat ga je dus de eerste 2 weken helemaal opmaken. Dat zit in je lever, in je spieren opgeslagen. En dan pis je dus ook 3 keer zoveel vocht uit. Dus je verliest gewoon kilo's vocht. Dus reken jezelf ook niet rijk met dat je allemaal vet bent verloren. En mensen reageren dat je spiermassa allemaal kwijt bent en zo. Dat gaat ook allemaal niet zo snel. Ook verlies je wat maaginhoud. Als je de hele tijd aan het bulken bent, dan zit je maag eigenlijk continu vol met maaltijden. En wat wij doen is ja, een soort van vasten. Wij vasten gewoon een lange periode op een dag. Van bijvoorbeeld 's ochtends 11 uur tot 's middags 5 uur. Dan heb je die hele periode, heb je bijna niks in je maag ook. Dus als je dan 's ochtends bijvoorbeeld weegt de volgende dag, dan ben je ook een stuk lichter omdat je wat minder voedsel gewoon in je maag hebt. Nou, dan hebben we het volgende punt, wat heel erg naar voren kwam, was dat ik mensen misleid met mijn kennis over fitness. Want je kan wel spiermassa opbouwen tijdens een kut, werd er gezegd. Ik zeg dus, normaal gesproken, tijdens een kut kan jij geen spiermassa opbouwen. Dus daar heb ik Maurice voor ingeschakeld hier, die legt het even goed uit.
Want dat is dus het misleidende ervan. Je hebt bodybuilders op YouTube die gebruiken shit. Daar ben ik niet op tegen. Alleen de informatie die zij geven, dat geldt niet voor een normaal persoon. Zoals wij bij fitness gewoon naturel, bij flaneren. Het is gewoon fitness. We zijn gauw droog, we flaneren op het strand. Gewoon prima. Maar wij zijn geen bodybuilders die de spuit erin zetten, letterlijk. Dus als jij hoort van iemand dat je dus wel kan aankomen in spiermassa tijdens een kut, dan moet er een alarmbelletje gaan rinkelen en Maurice gaat vertellen waarom. Dus wat je wel uitlegt, het is eigenlijk een discussie die al jarenlang speelt. En daar is best wel nog wat onwetendheid over. Het is belangrijk om te weten dat je spiermassa kan toenemen als je gaat kutten in een calorietekort. Het kan. Alleen dan moet je wel voldoen aan drie dingen. Dat is of overgewicht hebben, groot overgewicht. 10 kilo of meer bijvoorbeeld, heel makkelijk gezegd, 15 kilo of meer. Of je moet een beginner zijn, of je moet anabolen gebruiken. Nou, als je dus geen beginner anabolen gebruikt of sterk overgewicht hebt, dan is het heel lastig, zo niet onmogelijk, om spiermassa te laten toenemen in een calorietekort. De kern van dit probleem zit hem eigenlijk in het feit dat als je zegt dat het dus wel kan, in sommige gevallen kan het dus ook, dan denken heel veel jongens, zoals jij misschien, van hé, maar het kan dus wel en het gebeurt bij mij niet. En dan raak je gedemotiveerd misschien. Dat is dus juist het misleidende van het hele verhaal. Waarom kan je dus over het algemeen geen spiermassa aanmaken als je in een calorietekort zit? Als je dus vet aan het verliezen bent. Hoezo is dat? Waarom kan dat niet? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. De wet van de energiebalans, wet van behoud van energie, is een natuurwet, net als de zwaartekracht. Die dicteert dat niet iets kan ontstaan uit niets. Dus als je in een calorietekort zit, dan neemt je energieinhoud af. Je verliest vet. Om spiermassa te bouwen heb je energie nodig, namelijk aminozuren. En die moeten worden omgezet in spiereiwit. Dus je hebt energie nodig om spiermassa aan te komen. Maar als je in een calorietekort zit, dan heb je juist een tekort aan energie. Dus dat tekort aan energie kan nooit zorgen voor een overschot aan energie om eiwitten, om aminozuren te maken. Oké, maar wat als ik nou heel veel eiwitten inneem tijdens die kut? Ja, nou dat is op zich, dat is altijd goed. Dat is namelijk het beschermend effect voor je spieren. Dus het wordt altijd aangeraden, dat raden we altijd aan, om voldoende eiwitten te eten, zeker in een kut. En hoeveel? Dan gemiddeld gezien willen we minimaal 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Tot aan zelfs wel 3 gram. En dat ligt ook weer aan je genen. Als je betere genen hebt, kom je met minder eiwit ook weg. Maar als je wat minder goede genen hebt, dan moet je echt best wel veel eiwit eten om nog steeds je spieren te beschermen in een kut. Oké, maar waarom kan je dus geen spiermassa aanmaken? Dat komt dus omdat je dus gewoon te weinig energie in je lichaam hebt om iets te maken. Daar is eigenlijk simpel gezegd geen energie voor. Dus het gebeurt normaal gesproken ook bijna niet. Ja, dus er gaat min 2 in en dan kan er niet plus 2 uitkomen. Precies, er gaat min 2 uit aan vet en er kan niet plus 2 worden aangemaakt in spier. En dan komen we gelijk even over het vet. Heel veel noobs die zeggen, dat vind ik echt noobs gewoon, tegenwoordig, weet je wel, 2020. Het zijn vaak van dat soort gasten die op het kantoor zitten, weet je wel. Joh, ik ga vallen en ik kan mijn spieren toch omzetten, of mijn vet kan ik toch omzetten in spieren. Hey, hoe werkt dat dan? Ja, dat soort vragen krijg ik serieus nu nog steeds, dagelijks. Dus ja, hoe zit dat? Dat is een ding in de fitnessbranche inderdaad. En je moet begrijpen dat het twee verschillende stoffen zijn. Dus een spier en een aminozuur is iets anders dan een vetmolecuul. Dus die twee moleculen die gaan niet in elkaar veranderen of iets dergelijks. Dat zijn twee verschillende processen. En dan komen we meteen op de theorie waardoor het eventueel mogelijk zou zijn om vetmassa te verliezen en spiermassa tegelijkertijd aan te komen. Dan moet je dus rond onderhoud eten. En als je rond onderhoud eet, dat betekent dus je komt niet aan en je valt niet af. Dan wordt de energie uit vet die je verliest, wordt gebruikt als ter energievoorziening om spiermassa aan te maken. Dus wat je zegt, als je dus op je onderhoud zit, rond je onderhoud, ja, dan zou je de spiermassa kunnen aanmaken. Dus op het nulpunt, dan zou je het in theorie spiermassa kunnen aanmaken en droog blijven. Precies, maar dan moet je dus rond onderhoud zitten. En als je een te groot calorietekort hebt, dus echt een stuk minder eet dan je dagelijks verbruikt,
dan wordt het steeds moeilijker om die spiermassa überhaupt al aan te maken. Eigenlijk vrijwel onmogelijk. Oké, nou dat is heel duidelijk. Dan toch nog eventjes over het meetbare in dit verhaal. Ja. Hoe? Want dus als het gebeurt? Als het gebeurt, hoe kunnen we het meten? Ja, dat kan dus vrijwel niet. Dus de discussie of het gebeurt of niet gebeurt is op zich oké om te voeren. Maar als het gebeurt, dan kan je het al niet meten. Ja, je kan het meten met een dubbelgelabelde watertechniek. En dat is eigenlijk een methode die de normale consument al... Dat hebben ze in ziekenhuizen. Ja, die kan je helemaal niet gebruiken, die meetmethode. Wat je vaak in van die gym ziet, is dat je op zo'n apparaat gaat staan en twee dingen vasthoudt. Maar goed, dat is ook onbetrouwbare meettechniek. Dus daar heb je eigenlijk niks aan. En dan ben je gelijk iets getackled. Dat is natuurlijk, dat meet dat noemen ze bio-impedantie. Dat heet bio-impedantie en dat is heel onbetrouwbaar. Dus daar heb je niks aan. Dus als het al gebeurt, kan je het niet meten. Want die 100 gram spiermassa die je nou wel of niet bent aangekomen. Je kan het niet meten. En wat boeit het eigenlijk? Dus mijn punt is eigenlijk dus ook, dat als jij... gaat kutten. Jij doet schuwelijk hard je best. Hè? Dagelijks zijn wij bezig hier met Buffel en Donnie om elke dag te rammen en tegelijk ook droog te worden. Wij trainen gewoon 6 dagen per week, 7 dagen misschien wel soms. Ja, soms 2 keer per dag. Nou, en als je dat dus niet doet, dan vergroot je alleen maar de kans dat je al geen spiermassa meer aanmaakt in je kut. Dus wil je het überhaupt mogelijk gaan maken, moet je elke dag rammen, voldoende eiwit eten, voldoende slapen. En jullie sturen ook nu berichten van ja, ik zit in mijn tentamens, wat nu? Ja, daar heb je het al. Dus het zijn allemaal lifestyle factoren waardoor jij stress krijgt. Je relatie misschien, je school, et cetera, je werk. Die het moeilijk maken überhaupt al om dat hele proces waar te maken. Dus daarom zeg ik, focus je niet daarop, maar focus op een stap terug. Op voldoende trainen, want dat is al moeilijk genoeg in deze tijd. Kijk, en wat wel zo is bij dus waarom we dus droog trainen, is dat als wij, als je bijvoorbeeld kijkt naar een foto van mij dat ik dik ben, dan lijk ik veel minder gespierd, maar dan ben ik wel gewoon 10 kilo zwaarder, weet je wel. Pas ik mijn kleren niet en weet ik veel wat. En dan zie ik op het beeld zie ik er nu waarschijnlijk veel gruwelijker uit. Als je droog bent, dus wat ga je krijgen? Je ziet meer spierdefinitie. Dus je lijkt gespierder. Dus mensen die in één keer droog zijn getraind en goed geladen zijn en gewoon vol zitten. Ja, en dan zeggen ze, yes, kijk eens, ik ben allemaal spiermassa aangekomen en ik ben ook nog droog geworden tegelijkertijd. Maar dat kijk kan niet. In de spiegel. Want ik ben, het is een reëel feit, ik ben nu al 10 kilo afgevallen. Ja. Jij bent kilo's afgevallen, wij zijn allemaal kilo's afgevallen. Dus je bent aan het krimpen, hoe dan ook. Maar ja, hoeveel spiermassa daarvan af is gegaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar als je dus voor goud gaat in de gym, je breekt die tent af en je ziet er goed uit in de spiegel, je ziet dat je gewoon lekker vol bent, de aderen lopen gewoon hier zo over je schouderkoppen heen en bij Maurice overal op zijn lichaam. Ja, dan stel je alles in het werk om gewoon die spiermassa maximaal te behouden of misschien wel te bouwen. Ja, dus als je één keer terug nog op het beginnende aspect van een sporter, dus iemand die net begint met trainen, die is heel dun. Hij is heel dun en hij gaat net trainen. Ja. Die kan spiermassa aankomen in een... Ja, die zou waarschijnlijk spiermassa kunnen aankomen als hij gaat droog trainen. Die zou het kunnen. Maar als jij al een tijdje traint en de meeste kijkers... Maar waarom is dat? Omdat die, omdat het effect van, hè, het effect van het lichaam, dat zijn moeilijke processen om theoretisch uit te leggen. Maar het lichaam is dan nog in staat, de spieren zijn nog heel erg gevoelig eigenlijk voor de impuls van training en voeding. Ja, dus die hebben eigenlijk nog nooit weerstand gekend. Nee. En die krijgen in één keer weerstand van de gewichten, waardoor ze dus eigenlijk in je slaap lekker gaan groeien. Ja, dus hoe verder je af bent van je maximale potentie. Ik zit er natuurlijk al vrij dichtbij, want ik train al super lang, jij ook. En als je net begint, dan zit je daar nog heel ver vanaf. Dan maak je ook de grootste groei mee. Dan maak je de grootste gains, want dan kom je opeens een paar kilo spiermassa in een jaar aan en zo. En wij moeten echt ons best doen om nog eens een keertje een kilootje erbij te krijgen. Ja. Dus nog even samenvattend, Maurice. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Als je dus een beginner bent, als je net begint met trainen, sterk overgewicht hebt of anabolen gebruikt, dan kan het gebeuren, vrij goed gebeuren. Als je begint met trainen, dan duurt het een paar jaar en dan dat effect neemt gewoon geleidelijk af. Dus als je al een paar jaar traint, zoals jij misschien thuis, dan kan het waarschijnlijk niet meer. Dus 4-5 jaar? 4-5 jaar. Hard dan kan trainen. Het waarschijnlijk... hangt er ook vanaf hoe hard je hebt getraind. Ja, hoe hard je traint. Maar dat heb ik net al gezegd inderdaad. Je moet
überhaupt om het mogelijk te maken. Echt hard trainen met een gestructureerd schema. Voldoende slaap, te weinig stress, 5-6 keer per dag. Je moet je voeding op orde hebben. Als je een van die factoren niet hebt, dan lukt het al bijna niet. Dus het is in theorie allemaal heel leuk en spannend. Maar in de praktijk kan je beter focussen, net als wij, op gewoon hier in de gym aanwezig zijn. Je voeding op orde en rammen maar. Laten we even eerlijk wezen, wie flaneert er nou godverdomme niet in het fucking weekend, hè? Met een gold rijtje. Hey! Hey! Daar gaan we al hoor. Hey, al die wijsneusjes op het fucking internet, hè? Hey, die hebben nog nooit het glas alcohol aangeraakt, hoor! Hey! Nee, dan moet je leven als een monnik! Dat doen we niet! Ja, en we hebben volgens mij ook nog kinderen. Nee, we bestaan niet alleen uit fucking fitness! We moeten ook duiken! Hé, lekker duiken! En in de war raken op het strand! Zo, en nu gaan we trainen. Doei! Zo, wij zitten natuurlijk in de kut. Dus wij trainen sowieso onze spiergroepen 2 keer per week. Dus eigenlijk om de 3 dagen pakken we de spiergroepen opnieuw. Dus de eerste keer na het weekend, dus eigenlijk met een dag rust ertussen, pakken we die spiergroepen heel zwaar. Gewoon normaal trainen, met een normale snelheid. En nu doen we dus eigenlijk wat lichter gewicht. Maar laten we het wat langzamer zakken. Dus dan gaan we wat meer focussen op de excentrische beweging. En dan stoten we het explosief weer uit. Zo krijgen we alsnog weer lekker veel weerstand op de spier. En als je naturel traint, is het dus belangrijk dat je meerdere keren per week dezelfde spiergroepen gaat pakken. Goeie lekker. Donnie heeft hier 100 kilo. Heel gecontroleerd en weer omhoog. Focus op je beweging. Boom. Oh. Heel goed. Nou, dat is kut hoor. Nou, is goed toch? Lekker even. Dankjewel. Even lekker joh. Kijk even. Zo. Dus naar buiten. Goedemorgen. Dank je naar beneden. Oké, jongens, en in onze training is het belangrijk om met een zwaar gewicht te blijven trainen. Ga niet net als die bro science gasten op YouTube allemaal massaal al die pompsetjes maken zo met een licht gewicht. Dat heb je niet nodig. Die spier heeft gewoon overload nodig, progression overload. En dat betekent dat we met een zwaar gewicht gaan rammen. Dus we hebben hier een dumbbell van 50 kilo. Van 50 kilo en die ga je gewoon een paar keer per week omhoog rammen. Ja, dus wat minder reps juist, zodat je wel nog dat zware gewicht kan pakken. Ik weet het, is dit een dumbbell van 50 of 5? Of 5? Wat is dit? Wat staat er nou? Ik kan het niet zo goed zien. Bestel wel even. Hou me eens even bovenin vast, Maurice. Ik bestel wel even een nieuw, maar dit gaat niet meer goed hier. Oh ja. Hè, nieuw hè? Dus focus je vooral op sets tussen de 6 en 10 herhalingen. En richting het weekend, als je die gold dry erbij wil pakken, pak je even die pompset, pomp jezelf helemaal gort. Ja, op vrijdagmiddag, ja. Vrijdagmiddag. Met een superset workout, gewoon lekker superset, zetten. Alles erop en eraan, kan je helemaal kapot flaneren. Maar verder, door de week, pak je gewoon die zware sets om zoveel mogelijk spiermassa te bouwen, te behouden of misschien wel te bouwen. Ja. Goeie lekker. Zo, oh, je hebt hier 60 kilo buffel? Ja. Hij neemt gelijk Booms advies op. Ja. Maar wacht even, kijk even. Want ik zag het al in de comments. Iedereen ziet natuurlijk deze massieve buffel. Die denkt, ja, hoe kan hij zo licht zijn en de rest zo zwaar? Dat komt door de buffel. Die is gewoon 1,79. Die heeft de perfecte genetics om op dat podium te staan bij Arnold Schwarzenegger, bij de Arnold Classic. Eigenlijk gewoon wel, hè. Dus we moeten gewoon eigenlijk de Arnold Classic doen als dat weer allemaal gaande is. Wie stemt ervoor dat Buffel de Arnold Classic moet doen in Barcelona, zodat wij met Arnold Schwarzenegger op het fucking podium kunnen staan, hé? Hè? Zo, goeie maten. We hebben weer een informatieve video voor jullie in elkaar gezet natuurlijk. En wij zijn van plan om dat meer te gaan doen, hè, Boom? Zeker. Dus meer informatie komt jullie kant op. Laat vooral even een comment achter met wat jullie willen weten. De Goud Droog Challenge, die is dus begonnen.
Ook voor degenen die nu al willen trainen, is die al begonnen. 1 juli gaat die echt van start als de gyms weer open gaan. En dan gaan we met z'n allen van goud, groei lekker en breek die hele dan!